We zien dat Johan Derksen commentaar heeft gehad over Kaplan. Nou, hoekschop hier wordt kort genomen. Waarom zit ik daar niet even bij de dinges? Oh, Wekker! Dankjewel. What up kijkers, tof dat jullie erbij zijn en kijken naar een gloednieuwe video van de FC 25 Ajax Career Mode. We gaan weer door, we gaan weer verder. En in de vorige aflevering hebben we bijzonder goede resultaten geboekt. Die lijn die hopen we door te trekken, want we zitten weer in de Europa League. Waar we er niet zo best in voor staan. We staan 15e op het moment. En onze tegenstander, ja, die staat er nog minder goed voor. Die staat 30e, Puska. We gaan eens even kijken wie er bovenaan staat. En dat is Sociedad, Galatasaray op 2 en Rangers maakt de top 3 af. Opvallend is dat United helemaal 8e staat. Had ik ook niet verwacht doen. Dus ook nog niet al te best. Maar ja, wij moeten wel echt wat hoger klimmen. En van die 15e plek afkomen. En gewoon, ja, wat is realistisch vanaf hier nog te behalen? Top 7? Misschien zoiets? Ik heb geen idee. Maar we moeten hoger. Hopelijk kunnen we dus de volgende wedstrijd winnen. Mocht je er zin in hebben, klik dan vast op het duimpje omhoog. En dan gaan we nou gewoon verder simuleren. En dan is het nu wedstrijddag. We gaan het dus doen. We gaan punten hopelijk pakken. Ik zeg het met zoveel zekerheid. Maar mijn resultaten zijn zo wisselvallig tot nu toe in deze career mode. Maar goed, het is een proces waar we in zitten. En er zit ook een proces in onze uitdagingen. Want daar gaan we nou even naar kijken. Het is even geleden dat we hier naar gekeken hebben. En we hebben natuurlijk nu ook jeugdspelers gespeeld. Dus dit leek me een mooi moment. We beginnen wel gewoon even bovenaan. Dat is score 20 goals met Brobbey. Hij staat op het moment op 8 doelpunten van de 20. Dan zien we Betrek Berghuis bij 15 doelpunten. Dat kan zijn met assist, dat kan met scoren zijn. Hij heeft 2 goals, 2 assists. Is dus betrokken bij 4 doelpunten. Dan zien we debuut weer 2 jeugdspelers en gebruikt deze in 10 wedstrijden. Nou, we hebben ondertussen al 3 jeugdspelers gedebuteerd. Maar ik heb er gewoon even 2 neergezet. Dat zijn Dylan Kiewicz en Senne Meijvis. Die staan beide op 1 nu natuurlijk. We hebben 1 bekerwedstrijd gehad. Ik moet ze wel vaker spelen als alleen de beker. Anders gaan ze die 10 niet halen. Maar goed, we gaan ons best doen dat te volbrengen. En als laatste hebben we nog onderaan staan. Koop alleen spelers met geld. Dat is verdiend met uitgaande transfers. En ons budget wat dat betreft staat op dit moment op 10,2 miljoen. Dan hebben we hier nu onze opstelling voor die wedstrijd ik ben de naam gewoon vergeten van de tegenstander. Ik ken ze ook gewoon niet. Maar we gaan Traoré op rechts buiten zetten. Sulemana natuurlijk op linksbuiten. Van de Bomen op de plek van Taylor. En de heel iets vermoeide Eriksen gaan we eraf halen voor Sanchez. Normaal zou ik Brobbey eraf halen voor Weghorst. Maar Weghorst heeft ook een heel klein beetje vermoeidheid. Dus ik laat hem dit keer komen vanaf de bank. Dit is waarmee we het moeten gaan doen. Deze Europese wedstrijd. Alright, de tegenstander mag gaan aftrappen. We spelen wel in de arena. En we zijn begonnen. Oeh, oké, vrije trap. Had ik niet verwacht. Zo extreem vond ik dat niet. En dan zien we nu dus een vrije trap voor de tegenpartij aankomen. Slingeren de 16 in. Oh, dat is slecht verdedigd. Maar gelukkig ook slecht ingeschoten. Alright, misschien hebben we hier een optie. Sulemana, die komt er op snelheid vaak nog wel langs. Dan zie je Brobbey. Traoré, alle ruimte. En een goaltje. Eerste doelpunt is gevallen deze wedstrijd. En het is niemand minder als Bertrand Traoré. Prima gespeeld, prima gecombineerd, prima overgetikt. Ging snel, tegenstander kon niet aan de bal komen. En dan kom je gewoon rap op voorsprong. Het was net even een zenuwachtig momentje dat de tegenstander voorsprong kon komen uit die vrije trap. Hun deden het niet, wij doen het hier wel. 1-0 door Traoré. Traoré naar Sanchez. Dan zien we Sulemana weer gaan. Ik wil eens kijken, kan Sulemana een beetje voorzetten? Niet slecht! Brobbey kopte daar ook met zijn redding van de doelman. Nou, hier zien we nu de tegenpartij. Blok en voorzet, goed verdedigd door Hato. Meteen naar Sulemana op die vleugel. Dan zie ik daar een Traoré gaan. Hopelijk kunnen we dit binnenhouden. Ja, dat kan wel, dat kan wel. Ging op zich nog prima. Gaan we naar Brancootje hier. Naar Sanchez. Sanchez, voorzetje. Komen we niet bij. Oh, we zaten ertussen. Alleen we hebben niet de bal. Tegenstander gaat nog door. Daar speelt af. Goede redding daar van Pasveer. Nou, hoekschop hier wordt kort genomen. Waarom zit ik daar niet even bij de dinges? Oh, Wekker! Dankjewel.
Oh, zulke dingen moeten toch echt wat vaker balbezit opleveren. Oeh, dit is een goede bal van de tegenpartij. Een schot. Weer een goede redding van Pasveer. Oude goat. Oeh, dat is een hele pittige sliding daar van, ik geloof, Sanchez. Is een gele kaart. En terecht. Oh, dit is goed ingelopen daar. Sulemana, plaatsen maar. Oh, duurt net een seconde te lang. Nou, we gaan veel over die linkervleugel. We misbruiken een beetje die snuit van Sulemana. Dit is een goede voorzet en goed binnengekopt. Brian Brobby. Heerlijk aanvalletje, jongen. Goed ingekomen. Goede voorzet op maat. Dat kon ook niet beter. En zo hebben we heel snel die 2-0 binnen. In de eerste aanval van de tweede helft doen we het gelijk. Breiden we onze voorzetten uit. En is het gewoon keurig binnengekopt. We zien het hier in de slow-mo. Hangtime staat niks. Dat volgens mij klopt dat niet helemaal. Maakt het niet uit. 2-0. Lekker man. Gaan we weer. Weer de snelheid misbruiken van Sulemana. Ik denk dat ik de keer zelf maar mee ga schieten. Sulemana. 3-0. Oh, die linkerflank met Sulemana is toch wel lekker om mee te spelen hoor. Op deze manier. Die man is niet bij te houden door de verdediging. En zo staat het 3-0 door Cameldean Sulemana. Wat vinden jullie kijkers? Vinden jullie dit leuke herhalingen, zo first person? Ik blijf er... Ja, ik weet niet. Ik vind niet altijd even goed werken. Het gebeurt te vaak. Desalniettemin neemt het niet weg van dit mooie doelpunt. 3-0 door Sulemana. Oh, oké. Okay. Geen overtreding. En die speler kwam daar goed over de slijding heen. Nou... Nu hebben we misschien alsnog een kans. Hier is Sanchez. Jij moet terug naar Brobby. Brobby. Voor zijn tweede deze pot. Ja, 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 ja. 4-0. Ik zeg het eerlijk. Na die afzwaaier tegen Heerenveen hebben we ons ontzettend goed herpakt. 2 afleveringen terug of zo. 2-3. Maat, sindsdien spelen we zo heerlijk. En winnen we gewoon weer met mooie aantallen. We zijn nu officieel uit de startblokken denk ik wel vertrokken. En dit worden wel gewoon 3 puntjes in deze Europa League. Laten we gewoon lekker richting de overwinning gaan. 2 wissels nu aan mijn kant. Sanchez met geel gaat eraf voor Eriksen. En Traoré gaat eraf in verband met vermoeidheid voor Berghuis. Nou, nog eens 3 wissels. Brobby eraf voor Weghorst. Van der Boom eraf voor Fitz, Jim. Ik wou bijna zeggen Taylor. En Rugani gaat eraf voor Raf van den Berg. Nou, hier is wel de tegenpartij nu. Goaltje voor de eer. Niks ervan. Soetalo met een goede ingreep. Wil ik direct counteren. Dan is Weghorst hier. Ik zweer je, Eriksen weigerde altijd door te lopen. Ik zweer het je. Dan zie je Sulemana. Jij moet naar Weghorst. Weghorst. Geplaatst schotje. Oh! Jezus. Poeiert even op de lat. Einde verhaal. We winnen 4-0 in deze Europa League wedstrijd. Echt broodnodige punten zijn binnen. Want ja, we stonden er gewoon niet best voor, die 15e plek. Zoals ik al zei, voor de wedstrijd, we moeten klimmen. En de klim is ingezet. 3 punten binnen. Ben benieuwd waar we gaan staan. Hier hebben we nu wel een berichtje van Sanchez. Dat was positiever. Hij was eerst iedere keer teleurgesteld over zijn speeltijd. En nu is hij toch wel weer tevreden dat hij wat meer kansen krijgt. We zeggen, ik ben trots op je om hem een beetje tevreden te houden. Dus nou, wedstrijddag en de tegenstander is NAC Breda. En we zien toch weer een nieuwtje erbij. Het gaat weer om Kaplan, maar dan is het niet Kaplan zelf. We zien dat Johan Derksen commentaar heeft gehad over Kaplan. Hij is zoiets van, als die jongen niet eens bij ons Ajax in de basis kan komen, wat denkt hij dan te zoeken te hebben bij Barça? En ik ben het met hem eens. Kaplan moet gewoon niet zo zeuren. Wij hebben nu wel dus die wedstrijd tegen NAC. Ajax heeft in het echt natuurlijk verloren van NAC. En ik wil wraak. Dus daarom ga ik deze wedstrijd spelen. We moeten wel wat aanpassingen maken in onze opstelling. Want we zien Hato, die is aardig vermoeid. We zetten Baas op zijn plek. TT gaat er ook af. Rens gaat erop komen. Rugani, onze huurverdediger natuurlijk. Misschien moet ik zijn speeltijd wat gaan afnemen. En Van den Berg misschien wat meer gaan gunnen. Rugani laat ik vervolgens ook thuis om Mokio mee te gaan nemen. En Van den Boom ga ik ook van het bankje afhalen om wat jeugd meer de kans te geven. Want het is en blijft NAC. Ik ga Kivits meenemen. Voor de rest laat ik het staan zoals het zo staat. En hopelijk kan ik met dit team wel winnen tegen NAC. Laten we naar de afgelopen. Deze speler verdient vandaag een plek in de spotlights. Vorige 3 duels, goed voor 4 goals.
Fijn dat u kijkt. Nou, we zagen net dat Brobby in vorm is. Hij mag hier de aftrap gaan nemen. Hopelijk kan hij zijn vorm vasthouden. We zijn begonnen. Oké, hier is Brobby. Misschien kunnen we al vroeg iets opzetten. Nee. Oh, nou ja. Telen nu van een afstandje. Dat gaat naast. Gods. Naar Brobby. Geeft hem eroverheen richting Berghuis. Berghuis op de volley. In het hoekje. Keepertje kansloos. Prima samengespeeld. En zo staan we alsnog snel op voorsprong. Steven Berghuis met een goede poeier. Daar in het 16 meter gebiedje. Hier op de borst en dan in één keer zo op de volley. Het is wel aardig dichtbij. Maar ja, whatever. Prima goaltje alsnog. Lekker ingeschoten. Steven Berghuis met de 0-1. Oh, dit kan in één keer door. Eriksen naar Brobby. Wat een ruimte. Brobby moet het doen. Doet het niet. Wauw. Nou, Henderson. Voorzetje. Oh! Lucky goaltje. En Brobby miste net, maar dit komt hij dan toch gruwelijk lekker in. Naar die voorzet van Henderson. Oi. Dat is wel een prima hoekschoppie. Zo zie ik het graag. Het gaat niet vaak goed. Maar als het dan goed gaat, voelt het oh zo lekker. Binnenkantje paal. En zo staat het 2-0. Hij onderschept die bal. Oké, goed balletje naar Brobby. Die hem ook goed meenam. Brobby, yo. Snoeihard schot. Net stuitte die 1-op-1 op de doelman. En hier jaagt hij hem even binnen. Eerst die kopbal net uit die hoekschop en uit deze pegel. Wat een knal van een schot. Heerlijk doelpunt. En zo staan we heel gauw 3-0 voor. En kunnen lekker cruisen naar die overwinning. Talentjes een beetje speeltijd gunnen. Dat zie ik graag. Man, wat spelen we lekker. Oh, lekker range. Wat een heerlijke slijding. Niks op aan te merken. Dan zie je Brobby. Moet even tikken. Taylor. Taylor? No, Henderson. Ik wil het gewoon doen. Van afstand. Ai, ai. Taylor. Naar Brobby. Het is die Brobby-Taylor connectie. Ja, Brobby maakt zijn hat-trick in de extra tijd van de eerste helft. Dus de eerste helft gaat wel weer te lang door. 2 minuten langer als de extra tijd. Maar dit is lekker voor Brobby. Lekker vertrouwen tanken. Lekker aan die statistieken boren. Lekker scoren. En gewoon topscorer van de competitie worden op deze manier. Hattrick in de eerste helft. Deze wedstrijd, deze aflevering kan niet mis voor die jongen. Speelt goed. Speelt goed vandaag. Prima, prima goal weer. En stand 4-0. We zitten ondertussen in de tweede helft alweer. Balletje naar Rensch. In één keer door naar Berghuis. Berghuis even op de rem. Voorzetje, komt niemand bij. Right, ons jeugdtalentje Kivits. Paas hem daar, richting Berghuis. Geen slecht balletje. Niks mis mee. Gods, waarom loop jij dan niet wat meer in? Dat is zo jammer. Probeert het daar wel. Komt alleen niet echt tot een fatsoenlijk schot. Taylor, ik wou zeggen, daar kan je makkelijk tussen zitten. Dan is hij hier nu Weghorst. Weghorst, tussendoor naar Gods. Gods, goaltje voor hem. Ja. Vijfde doelpunt deze wedstrijd. NAC gaat naar huis. Ah, ze zijn thuis, wij spelen uit. Maar geen puntjes voor hun hier in eigen huis. Wat is echt gebeurde, laten wij hier niet toe in deze game. En wij straffen ze hier gewoon keihard af. Gods hier met een prima goaltje. En zo staat de stand 0-5. Na die goal gaan we ook 2 keer wisselen. Ik zet Mokio erop voor Soutalo en Fitzjim komt erop voor Taylor. Oh, dit kan hem worden. Geen buitenspel, please. Kennelijk niet. Ons talentje hier. Nee, gods in de rebound. Ja, dat dan wel. 0-6. En het is klaar. We gaan nou gewoon lekker rustig naar de 90ste minuut gewoon de wedstrijd uitspelen. Gewoon lekker de overwinning pakken. We hoeven ze niet verder af te straffen. Dit is al heerlijk voor het doelsaldo. 0-6 en gods met z'n tweede. Wel gaat Bergers nog even af voor Traoré. Puur voor een beetje rust. Hier is Kivits. Rijn stormt nog even mee. Nou, als we dan nog kunnen voorzetten, waarom ook niet. En dan, jezus. 0-7. Ik had dit niet eens verwacht. Ik was ook niet per se het plan om te scoren. Maar kan ik slingeren voor en ik zie wel. Gewoon dat goed gelukt. Meestal werkt het niet. Nu werkt het wel. En dan heeft Weghorst ook nog een doelpuntje. Wel weer een mooie voorzet. Beetje die guy voorzet. Nee, dat is wel overdreven. Mooi was dan ook weer niet.
Gewoon een goede voorzet. En Weghorst knokt zichzelf goed voor de man. Prima goal. Nou, en dan is het wel einde verhaal. En zo winnen we dus 0-7. Wat een stand. Gruwelijke pot voor ons dan. En ja, we hebben onze vorm wel echt te pakken nu. We hebben echt flinke dompers gehad. Die zeepen tegen Heerenveen. Ik heb het eerder gezegd tegen de aflevering. Maar sindsdien is de weg omhoog ingeslagen. En kijken we niet meer terug. Wat een wedstrijd. 0-7 gewonnen. Ik ben dik tevreden. Brobby heeft na die wedstrijd, zo te zien, man van de wedstrijd gewonnen. En ja, die gast die scoort op het moment aan de lopende band gewoon meer als terecht dat hij dat heeft gepakt. Hopelijk blijft hij zijn goede vorm meenemen naar de volgende aflevering, want we zijn alweer bij het einde van deze video. Vond je dit nou een leuke video, dan zou ik zeggen, klik op dat duimpje omhoog. Deel de video, alle support kan mij zeer helpen en ik zou dat ook zeer waarderen. Verder zou ik zeggen, als je hier nieuw bent en als je meer wil zien, dan abonneer dan gerust, is geheel gratis. Zet de notificaties aan en dan hoef jij geen enkele activiteit op dit kanaal te missen. Verder bedank ik jullie voor het kijken en al jullie support. En ik check jullie graag bij de volgende video weer. Tot dan, later.